Dit is een enigszins schorre Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. En het is 17 maart 2016, dus bulletin van donderdag. Vandaag heb ik iets wat ik al een keer eerder uitgezonden heb. Ik denk echter dat heel veel mensen het nog niet gehoord hebben. En sterker nog, het is waarschijnlijk ook leuk om het nog een keer te horen. Het betreft een stukje van een uitzending van het programma Hobby's Koop uit 1978. Dit is Hobby's Koop, een projectie van elektronica, wetenschap en hobby in stereo. Goedenavond allemaal. Nu dat grote nieuws, gaat u er even voor zitten. Philips heeft namelijk een 11 centimeter geel plaatje ontwikkeld dat in de jaren 80 misschien de grammofoonplaat zal gaan verdringen en wellicht ook de muziekcassette. Ze noemen het plaatje compact disc en het is regelrecht afgeleid van de videoplaat. De geluidskwaliteit en kanaalscheiding van meer dan twee kanalen trouwens, denk even aan quadrafonie, is vele malen beter dan die van de huidige plaat. Stof, vingerafdrukken, jengel, dreun en plaatslijtage behoren nu tot het verleden. De compact disc zal een signaalruisafstand en dus een dynamiek van 85 decibel mogelijk maken over het hele hoorbare gebied. De plaat zal ondanks zijn 11 centimeter een speelduur van een uur hebben. De afleiding van de videoplaat zal met bobbeltjes en kuiltjes beschreven zijn. De audioinformatie ligt vast in pulscodemodulatie, digitaal in een 14-bits lineaire pulscode. Het aftasten van het plaatje geschiet optisch met behulp van een korte opneemarm waarin een kleine halfgeleider laser is gemonteerd. Het plaatje wordt slechts eenzijdig van informatie voorzien, maar dat is geen probleem gezien de speelduur van een uur. Philips denkt de afspeelapparatuur voor dat schijfje in de 80e jaren op de markt te brengen voor een prijs die vergelijkbaar is met de bestaande high fidelity platenspelers van nu. Dan gaan we nu beginnen met de derde aflevering in de serie over de radiocontroledienst van de PTT. Hans Jansen was dit keer nogal geïnteresseerd in de Neder-Horstenberg-radio. U noemt zichzelf een monitoringstation. Wat houdt dat eigenlijk in? Het observeren van de frequentiebanden beneden de 30 megahertz. Het toezien of die banden gebruikt worden volgens het eigenlijke gebruik en het eventueel gericht luisteren naar het oneigenlijke gebruik van stations in bepaalde banden die toegewezen zijn aan bepaalde dienst. Dan moet u me even uitleggen wat oneigenlijk gebruik is van banden. Er zijn bijvoorbeeld beneden de 30 MC verschillende banden die toegewezen zijn aan het maritieme mobiele verkeer, dus waarin schepen en kuststations opereren en correspondentie voeren met elkaar. Die zijn exclusief toegewezen aan dat verkeer. En onze taak is het bijvoorbeeld om na te gaan of daar ook, laten we zeggen, clandestine omroepstations in zitten of buitenlandse omroepstations in zitten. Dus stations die geen gebruik mogen maken van die maritieme mobiele dienst. Maar als u nou een zender niet kunt herkennen, bijvoorbeeld omdat die wartaal versluierde gegevens uitzendt? Dan trachten we eerst door middel van het signaal, signaalanalyse hier vast te stellen wat voor soort systeem het is. En mocht dat niet lukken, dan proberen we door middel van peilingen vast te stellen in welke omgeving zo'n zender zich bevindt en kunnen, indien de storing ernstig genoeg is, daarna contact opnemen met de desbetreffende administratie waartoe dat station behoort. En als het nou technisch een heel ingewikkeld of nieuw systeem is, wat dan? Dan trachten we nog altijd, proberen wij zoveel mogelijk dat zelf achter de nieuwigheid te komen. Wat is het voor een zender, meneer Van Hengst? U hoort hier een piccolo-systeem.
wat zover wij weten in gebruik is. Veel gebruik van wordt gemaakt in Engeland, waarvoor wij zelf geen demodulatieapparatuur hebben. En in zulke gevallen, om vast te stellen waar deze zender vandaan komt, wordt gebruik gemaakt van radiopeilingen. En door onze contacten met onze Engelse collega's, eventueel de hulp van hen, om erachter te komen welke zender dat is. U kunt het niet demoduleren? Nee, dit is voor ons onmogelijk. U weet wel dat elk fluitje een letter is of iets dergelijks? Ja, een combinatie van tonen is dus vertegenwoordigd tussen een letter van het alfabet. Zoekt u eens een andere zender op. Wat is dit nu? Wat u hier hoort, dat is een samengesteld systeem. Dat is een zijbandzender die met in een van de zijbanden een aantal kanalen FSK-printers gebruikt. En vermoedelijk in het andere kanaal een spraakkanaal heeft waarop telefonie gegeven wordt. Maar dat weet u nog niet zeker? Dat weet ik nog niet zeker, maar met behulp dus van mijn meetontvanger zal ik trachten om dat verstaanbaar te maken. Gebruik maken tegelijkertijd van de spectrum analyzer die ingebouwd is in mijn meetontvanger, waardoor ik behalve het signaal te horen krijg, het ook nog kan zien. Hetgeen bij mij dus mijn afstemming vergemakkelijkt. Ik zal eens trachten om... En dat is zo'n scoopje, hè? Een scoopje, ja. Ik zal eens trachten om het systeem uit elkaar te halen. Eén moment. Het klinkt heel rommelig. Het klinkt nog steeds heel rommelig, maar ik heb nu de zender zo goed mogelijk afgestemd. Mijn ontvanger die houdt op het ogenblik de frequentie vast met een automatische frequentiecontrole. En nu zal ik door gebruikmaking van de verschillende filters in mijn ontvanger de twee zijbanden trachten te scheiden. Eén moment. Ja. Wat u nu hoort, dat is de benedenband die deze zender gebruikt, waarin zo'n 12-tal FSK-printersignalen zitten. En nu zal ik trachten... Wat zijn printersignalen? Zijn dat telexen? Dat zijn 12 kanalen telexen zijn dat dus. Ieder kanaal vertegenwoordigt één telex-verbinding van dit station. En hoe weet u dat het er 12 zijn? Dat kunnen we dus aflezen op deze spectrum analyzer. Waarbij op dat scoopje weer, waar al die lijntjes komen. Ja. Op dat scoopje en ieder bergje wat zich daar aftekent vertegenwoordigt één telex-signaal. Nu zie ik dus aan de bovenkant van het signaal een spraakkanaal zitten. En nu zullen we weer trachten door gebruik te maken van een van de filters van mijn ontvanger om dat spraakkanaal storingvrij eruit te krijgen. Helemaal. Uit deze hele brede band, die rond de 18,5 megahertz zit, hè? Ja. Heeft u dus nou een identificatie gehaald? Het is een dame die zegt dat ze uit de Ivoorkust vandaan uitzendt. En wat nu dus voor het monitorstation van belang is, dat is niet datgene wat zij overbrengt, maar alleen dus de identificatie van het station Abidjan.
Dat wordt door ons genoteerd en vergeleken met de internationale notities in de internationale frequentielijst. En dan is voor ons de kous verder af. Meneer Peters, het monitorstation van de radiocontroledienst in Neder-Harstenberg meet zenders. Welke zenders? In hoofdzaak de PTT-zenders in Kootwijk, de zenders in Scheveningen Radio, de omroep-tv-zenders, de zenders van de Wereldomroep, de zenders van de Rijksluchtvaartdienst, de radiobakens, de scheepszenders, mobilefoon- en marifoonzenders en dan nog een aantal die we dan samenvatten onder diverse zenders. Maar wat valt daaraan te meten? Onder andere de frequentie. En de frequentie, daar bedoelen we ook mee de stabiliteit van de zenders. Hoe precies is uw apparatuur eigenlijk? We kunnen wat gebruikelijk is de frequentiemetingen tot op een hertz nauwkeurig. Maar we kunnen tot op een honderdste hertz nauwkeurig de frequentie meten. Wat voor soort klachten kunt u eigenlijk behalve het uit de band lopen van zenders nog meer krijgen? Het gaat hoofdzakelijk om het meervoudig gebruik van de frequenties. En dat kan veroorzaakt worden door propagatie, door wisseling in seizoenen. Dat er dan in ieder geval meer zenders gelijktijdig op één frequentie werken. De effecten aan zenders kunnen we ook meten. Dat kan ook klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld frequentieafwijkingen, maar dat kan ook wat we noemen parasieten zijn. Schakel klikken en dat soort zaken. Radio Controledienst. Dit is PA0 ETE.